Het voormalige pand van het Eindhovens Dagblad heeft nu echt zijn langste tijd gehad. Het pand is bijna helemaal gesloopt. Kranten werden er al lang niet meer gemaakt. De medewerkers verhuisden 2,5 jaar geleden al naar de Begijnhof. De nieuwe bewoners zijn de medewerkers van Woonbedrijf. Dat huisvest straks alle vestigingen die nu nog verspreid zijn over de stad onder één dak. Zodra het pand helemaal gesloopt is, start de nieuwbouw. Woonbedrijf wil in 2015 verhuizen naar de Wal.